Goedemiddag dames en heren, welkom bij de lunchlezing van het Alf Pierson. Vandaag is het secretaressendag en daarom sluiten ook wij aan met een lezing over toch deze buitengewoon belangrijke groep binnen onze universiteit en binnen de hele samenleving. En ik zal het gaan hebben over de rol en de positie van de secretaris in de oudheid. Mijn naam is Geralde Juriaans, ik ben conservator van de klassieke wereld hier in het Alf Pierson Museum en ik ben uw spreker. U kunt vragen stellen via de chat en die kunnen wij dan na afloop wellicht beantwoorden. In de oudheid was de positie van de schrijver, van mensen die dus konden schrijven en die konden lezen schrijven, natuurlijk wel iets anders dan tegenwoordig in onze westerse wereld. Een groot deel van de bevolking was niet geletterd of wat wij tegenwoordig laaggeletterd zouden noemen. Ze konden zich redden in hun dagelijks leven, maar waren niet in staat om lange teksten te schrijven of te lezen. Daarom kenden eigenlijk alle dorpen, en ik heb hier een Egyptisch voorbeeld, wel een schrijver. Iemand die dus kon lezen en schrijven en aan wie je dan de opdracht kon geven om bijvoorbeeld een brief te schrijven aan een familielid dat in een ander dorp woonde. En die dan ook, wanneer er eventueel weer post terugkwam, dat antwoord aan jou kon voorlezen. En u begrijpt, zo iemand had een zeer machtige positie binnen de gemeenschap van zo'n dorp. Hij wist eigenlijk alles wat er speelde, want als er erfeniskwesties waren, problemen met de familie, kinderen die geboren werden, het ging allemaal via hem. En het is eigenlijk heel goed te vergelijken met, zoals hier, nog niet eens zo heel lang geleden, meneer Pastoor in sommige dorpen ook eigenlijk alles wist wat er gebeurde, omdat alle correspondentie via hem liep. Veel van die briefjes zijn bewaard gebleven. Die kleine briefjes waarin het gewoon over simpele dingen gaat. Als je toch in de stad bent, neem een mantel voor me mee. Of belangrijkere dingen als een vrouw die aan haar man, die dus elders werkt, zegt ik ben zwanger. En we hebben dat antwoord dan toevallig ook eens over, want hij schrijft dan terug. Oh wat mooi, als het een jongen is mag je het houden. Als het een meisje is, leg het dan te vondeling. Want meisjes waren natuurlijk wat minder in trek in sommige samenlevingen. En bij die briefjes moet je trouwens niet altijd meteen denken aan papier. Zeker niet aan papier, maar ook niet aan papyrus, wat natuurlijk vaak geassocieerd wordt met de oudheid. Alsof iedereen op papyrus schreef. Papyrus was een duur materiaal. En dit soort briefjes werden eigenlijk altijd geschreven op eenvoudige potscherven. En daar kon je gewoon kattenbelletjes op schrijven. En ik heb hier ook eentje meegenomen. Hier ziet u een scherf uit het museum en daar staat in een koptische tekst staat daar ook een brief opgeschreven. Het zijn vaak rekeningen ook. Het zijn vaak kleine onbelangrijke dingen. Voor de belangrijke dingen werd wel degelijk uiteindelijk papyrus gebruikt. Maar dit zijn, men raapte een scherf op, men schreef er even de boodschap op, dat ging mee. En na afloop werd zo'n scherf weggegooid en duizenden jaren later door ijverige archeologen weer opgegraven. Dus dat was een heel normaal manier om te schrijven. En dat soort potscherven werden ook gebruikt bijvoorbeeld op school voor schrijfoefeningen. Want niet iedereen, wij hebben schoolschriften, papier is overal aanwezig, maar in die tijd had je dat niet. Dus wat je dan kreeg is dat je gewoon op scherven leerde hier mensen. Je ziet hier een alfabet afgebeeld, de alfa, de beta, de gamma, de delta, keurigen, zoals wij ook vroeger tussen de lijntjes schrijven. En zo werden op scherven leerde men dus letters schrijven, combinatie van letters. En dat was eigenlijk de eerste manier waarop men leerde schrijven. Heel simpel en eenvoudig. Wanneer ik nu van het oude Egypte, want dit komt dan toevallig allemaal uit Egypte, overschakel naar Griekenland, dan wil ik het eigenlijk even wel hebben over de literaire, hoe die tot stand kwamen. Nou, het oudst bekende literaire werk wat wij kennen is natuurlijk dat van Homerus. En van Homerus weten wij dat die tekst aanvankelijk helemaal niet opgeschreven was. Die tekst werd uit het hoofd voorgedragen door Aoiden, die rondtrokken langs de verschillende hoven. En die dan op deze manier, in deze prachtige impressie van Pieter Wit, zaten te spelen bij de haard. Je moet je voorstellen, er was zo'n hof, zo'n herenboerderij wellicht, een paleisachtig iets in die tijd. Daar kwam dan zo'n zanger langs. En dat was natuurlijk feest voor de bevolking. Dan kwam iedereen natuurlijk die avond naar de grote hal, ging bij het haardvuur zitten en daar droeg hij zijn verso voor.
Maar die stonden niet op schrift. Deze mensen kenden gewoon tienduizenden versen uit hun hoofd, konden daar ook gewoon op variëren. En natuurlijk even aanpassen, ook aan hun gastheer natuurlijk, hè, om daar even iets lovends over een voorouder te zeggen. En zo verdienden zij hun kost en inwoning. Dus toen werd het nog niet opgeschreven. Het opschrijven gebeurde veel later. Hè, waarschijnlijk pas in de 9e, 8e eeuw voor Christus werd Homerus opgeschreven. En dat was een belangrijk verschil. Want op dat moment lag een tekst vast en kon niet voorgelezen worden. Of als hij uit het hoofd werd geleerd, moest je ook letterlijk uit het hoofd worden geleerd. En er waren ook wedstrijden in. Hè, en dat mensen dat voordroegen. Maar voor de meeste mensen was het toch zo dat zij leerden deze teksten doordat ze het hoorden. De meeste mensen, boeken waren niet voor de gewone man. Boeken waren voor bibliotheken. Hè, en in een latere periode wel voor de zeer rijken. Maar de meeste mensen gingen gewoon naar een voorstelling toe waar zij een tekst voorgedragen kregen. En ik verwacht nu een heel ander plaatje, moet ik eerlijk zeggen. Maar deze wel, ik ging te snel. Hier ziet u portretten van Herodotus en Plato, twee van de grote schrijvers van Herodotus. Hè, want dat is een geschiedschrijver, die schreef proza, 9 dikke boeken lang. En wij weten van Herodotus dat hij rondtrok en voordrachten hield waarbij hij zijn complete werken voordroeg. En mensen gingen daar naartoe om te luisteren. Die luisterden dus live naar Herodotus en zo kregen zij de historieën tot zich. Wij lezen het, de meeste mensen hoorden het dus gewoon ergens in een theater of op een open ruimte waar hij voordroeg. En hetzelfde geldt ook voor Plato. Ook Plato las zijn werken voor de mensen die dat wilden leren. En die waren dus helemaal niet bedoeld natuurlijk eigenlijk om... Het zijn dus de tragedies en koorlieden waren bedoeld om voor te dragen. Dit zijn teksten waarvan wij het normaal zouden vinden dat je het las. Maar... ze waren dus wel opgeschreven, die werken van Herodotus en Plato. En hoe ging dat dan? En daar weten we ook wel wat van, want deze mensen schreven die teksten, maar dat deden ze niet meteen op papyrus. Want papyrus, nogmaals, was een kostbaar materiaal. Dat ging je niet zomaar voor je proefversies gebruiken, waarbij het ook nog kwam dat het ook moeilijk was. Je schreef met inkt op papyrus en dat was niet zomaar uit te vegen. Hoogstwaarschijnlijk schreef hij, we weten het van Plato zeker, die schreef zijn kladversies op wasplankjes. En wasplankjes ziet u hier op dit prachtige Romeinse fresco. Deze dame die heeft een wasplankje in de hand. En dat is een houten plankje. En ik heb hier een leuke replica bij me uit de speeldoos van mijn kinderen, voor wie ik het ooit heb gekocht. Het zijn twee houten plankjes. Het konden ook meer plankjes zijn, had je meer bladzijden. En als je daar open sloeg, dan had je de binnenkant was iets uitgediept. Dat was gevuld met bijenwas. En met zo'n stylus kon je daar dus in schrijven. Je kerfde erin. En het mooie is, aan de achterkant van de stylus zit een erasor, of een eraderen, uitvegen. Dus als je klaar was, dan kon je het gewoon weer allemaal glad strijken. En dan was je tekst weer opnieuw bruikbaar. Ideaal voor op school, te vergelijken met de leitjes waar ik nog in mijn hele vroegste jeugd ben opgevoed. Dat je daar ook steeds uit kon vegen en dat was geen papierverspilling. Dat gold dus ook in de oudheid. De dame dus, die houdt hem rechtop, maar meestal zie je dat ze hem horizontaal hielden. En dan schreef ze eigenlijk in de breedte, schreef ze zo de teksten op. En dat maakt altijd, als je wel eens dat ziet afgebeeld, vragen mensen wel eens van, heeft die dame een laptop op haar schoot, omdat ze inderdaad echt zo met zo'n plat ding voor zich staan. Maar nee, het is dus een wasplankje. En dat heet een codex, omdat het van hout is. En een codex betekent eigenlijk gewoon een blokje hout. En dat is dus eigenlijk met bladzijden van hout. Ik heb hier ook een echte meegenomen. Ik zal hem eventjes wisselen. Zo. Als het goed is hij nu in beeld. Dit is een fragment van zo'n antiek wasplankje. En het grappige is, je ziet dat hij een beetje is uitgehold. Daar heeft de was gezeten, maar hij is dus de was is verdwenen. En later heeft er iemand gewoon met inkt nog op zitten schrijven. Wat dus eigenlijk niet helemaal de bedoeling is geweest. Het zal ongetwijfeld voor was zijn gebruikt. Maar zo zag het er ongeveer uit. Kleine, handzame boekjes waren dat. Nou, wij weten dat Plato, toen hij stierf, was hij bezig met zijn wetten, de nomoi.
En daarvan wordt gezegd dat die nog niet op papieren stonden, maar dat die allemaal op wasplankjes stonden. Hij was dus nog bezig met de eindredactie. En pas als dat klaar was, had hij hem dus naar een bedrijf moeten brengen waar hij dan op papieren was overgeschreven. Nou, hoeveel wasplankjes dat zijn, geen idee. In de uitgave, de nommooi in de uitgave zoals wij nu kennen, zijn ruim 300 bladzijden gedrukt dus in gewone drukletter. Dus je kan je afvragen hoeveel, nou ik kan geen schatten, 1000 wasplankjes daar dus hebben in zijn werkkamer hebben gestaan. Maar misschien werd het ondertussen wel, als iets klaar was, al meteen dus weggewerkt natuurlijk. Maar het was wel een omvangrijk werk op die manier. Maar op scholen werden deze dus ook gebruikt, zoals Wouter al zei, de leidjes. Ook dat weten wij bijvoorbeeld uit ontzettend leuke teksten. Er is een beroemd gedicht waarin een moeder klaagt over haar zoon die maar niet wil deugen op school. Die zijn, als hij thuis komt, zijn wasplankjes onder zijn bed gooit, schrijft ze dan ook, en zijn huiswerk niet maakt. En dan zegt ze, ja, en als hij op school is, dan vertelt de meester haar dus, zit hij alleen maar de was eraf te pulken en daar poppetjes van te kneden tijdens de les. Nou, dat is een heel herkenbaar beeld, lijkt mij. Maar daarvoor dienden de wasplankjes dus ook. Wel nu, kom ik weer terug bij de schrijvers. En ik zal eventjes kijken naar het volgende. Kijk, hier ziet u trouwens een heel mooi wasplankje uit Leiden. Ook met twee stylooi die weer van ons zijn. En daar zie je dus hoe zo'n tekst, daar is de tekst op bewaard gebleven, hoe dat bewaard is. En het aardige is het ook heel vaak, soms kerfden mensen zo diep in de was dat ook de afdruk van die letters in het hout is gedaan. En ook zo zijn nog diverse teksten bewaard gebleven. Waaronder in Friesland het beroemde plankje van Tolsum, waar dus ook een Romeinse tekst is overgebleven. Ingekrast dus in het hout, de was is weg. Maar goed, ik kom nu bij de schrijvers. En dan bedoel ik niet de auteurs, waar ik het net over had. Ik bedoel nu bij de mensen weer die konden schrijven. En want als dan zo'n boek werd uitgegeven, Plato was dan klaar met zijn boek, of Herodotus, dan werd het uitgegeven, dan werd het dus eerst op papier eens gezet. Maar er werden wel kopieën gemaakt natuurlijk. Nou, tegenwoordig wordt het gedrukt. In de oudheid had je dat niet. En wat je had bedrijven waarin zo'n boek werd voorgelezen. En er zaten dus voor de voorlezer zaten een aantal mensen die konden schrijven. En die dus als een soort dictee dat allemaal zaten op te schrijven. Dus het was een soort menselijke kopieermachine, zal ik maar zeggen. Waarbij dus tegelijk een aantal kopieën tegelijk werden gemaakt. Het was een buitengewoon duur en lastig proces. En dat, hier kon je nog tenminste met een aantal mensen tegelijk. Maar het is ook bekend dat het beter is als er eigenlijk maar één iemand die echt letterlijk overschrijft. Want die mensen moesten het verstaan. Eén moment van onoplettendheid en je miste een woord of je verstond iets fout. En dan had je natuurlijk een fout in je tekst. Kopieën werden dus op papyrus gemaakt, want papyrus was lekker licht en dat was makkelijk mee te nemen, wel weer veel kwetsbaarder natuurlijk. En dat werd met inkt gedaan. Inkt gemaakt van gom en roet en wat water, kon je dat gemengd en daarmee kon je schilderen. Nou, hier ziet u twee fraaie inktpotten op de dia uit ons museum. Eentje van glas uit de Romeinse tijd en een Griekse in de vorm van een bal. En ik heb de echte ook meegenomen. En kunt u even zien hoe groot die is. Kijk hier, buitengewoon leuke voetbal. Echt gemaakt zoals de tegenwoordige lode knikkers, zou ik maar zeggen. Want met die zes hoeken en vijf hoeken. En we weten dat dit ook echt een imitatie van een bal is. Omdat er is één andere bekend, die staat in Athene. En daar heeft de man die dit heeft gemaakt, heeft ook nog met een pennetje, heeft hij aan die, rond één, de laatste ribben van een van die zes hoeken, heeft hij zes gaatjes geprikt. En dat waren dus de gaten waar de laatste veten doorheen moesten. Want hij werd nu genaaid en werd die binnenste buiten gekeerd. En ook bij onze oude voetballer had je nog zo'n veter. En er werd de laatste dus van buiten afgesloten. Ze waren natuurlijk niet met lucht gevuld, ze werden met hooi gevuld. Ja, en stuiterden dus ook niet. Maar het is dus echt een bal en wellicht voor een jongetje gemaakt dat van voetballen hield dat of een of andere balsport bedreef. En men schreef dus dan dus met inkt daarop. En dat werd dus gebeurd door getrainde slaven. En dat heette in het Latijn heet dat een scriba. Een scriba is een slaaf die dus erop getraind was om te schrijven. Die waren kostbaar, want dat was een langdurige opleiding. Ze werden van jongs af aan werden ze getraind om te schrijven. Ze moesten niet alleen natuurlijk een mooi leesbaar schrift hebben,
Maar ze moesten natuurlijk ook gewoon kunnen begrijpen wat ze schreven. Ze werden ook gebruikt voor notulen te maken, voor gesprekken vast te leggen. En als ze zo'n tekst voorgelezen kregen in zo'n bedrijfje, dan moesten ze ook snappen wat ze hoorden, want anders dan krijg je natuurlijk ook rare spelfouten. En dat werd dus gedaan op papyrus. En papyrus is gemaakt van riet. En dat is riet, u weet, als het nat is, kan je het lekker vouwen en buigen enzovoorts. Maar als het eenmaal droog is, op het moment dat je het vouwt, dan breekt het. Dus een papyrusrol bestond uit stukjes, een stuk papyrus. Dat werd aan elkaar geplakt, het rollen van 1 meter of 6. En dat werd als het volgt nog opgerold en dan bleef het ook in de rol. En dan moest je dus echt zo, rechts rol die af, links rol die op en je las per kolom. Hier zie je op de foto ook een kolom uit Homerus. Wij hebben hier een vroege papyrus waarop een stuk Homerus is afgebeeld. En in een prachtig handschrift. Dus je las het eigenlijk dus per kolom. Dus niet zoals, soms zie je wel eens in films en dan lezen ze het voor alsof zo'n middeleeuwse heraut is, van verticaal. Nee, ze lazen dus echt in de breedte, werd het dus voorgelezen. Hier zie je op een schaal in ons museum, zie je een vrouw die dus ook een boekrol uitrolt. En van rechts naar links. En er staat een jongetje, kennelijk overhoort ze. Hè, of hij staat kennelijk te zingen of iets voor te dragen. En zij kijkt of hij het goed doet. En zo werkte je met die papieren. Maar je moest dus aan het einde, moest je natuurlijk altijd weer helemaal terugspoelen. Als je weer wat anders. Dan zat dus de volgende lezer natuurlijk met het einde van het boek. Een beetje de videobanden van vroeger, zou ik maar zeggen. Goed, dit werd ook gebruikt, dit soort schrijfslaven waren ook vaak in dienst van belangrijke schrijvers. Hier ziet u een prachtige vroeg 19e eeuwse impressie van de Italiaanse schilder Palladio van Caesar, die zijn commentarii dicteert aan een paar slaven tegelijk. En dat gebeurde natuurlijk, misschien deed hij het vanwege de snelheid, dat ze die twee op elkaar ingespeeld waren en samen hem konden bijhouden. Misschien wou hij meteen twee kopieën hebben. We weten dat er bij de Senaat werden notulen gemaakt. Er waren meerdere mensen die tegelijk notulen maakten. Dus dat je aan het einde had je een zo'n betrouwbaar mogelijk en zo'n compleet mogelijk verslag. En maar op die manier werden dus ook belangrijke werken gedicteerd gewoon aan iemands privéslaaf. Nou, de beroemdste schrijver of secretaris uit de oudheid is Tiro geweest. U ziet hier niet Tiro, u ziet hier zijn meester Marcus Tullius Cicero, de grote staatsman, filosoof, redenaar en schrijver. En van Tiro zelf zijn helaas helemaal geen portretten uit de oudheid gebleven. Dus u moet het even doen met deze stil uit de serie Rome. Met David Bember als links als Cicero en Clive Rich als Tiro naast hem. En Tiro, weten wij, werd als slaaf geboren in het huis van Cicero's vader. Volgens de overlevering zou hij ongeveer gelijk met Cicero zijn geboren, 103 voor Christus. En zou hij 99 jaar oud zijn geworden. Er zijn inmiddels ook mensen die zeggen, nee, dat is ergens is dat misgegaan. Hij is waarschijnlijk een jaar of 20 jonger geweest, maar goed, dan is hij altijd nog 80 geworden. Veel jonger kan hij niet zijn geweest in elk geval. En Cicero, we weten dat Tiro werd door Cicero zelf getraind tot zijn privésecretaris. En hij schreef ook niet alleen de teksten uit voor Cicero, hij redigeerde ook echt. Hij was echt de man aan wie Cicero de redactie van al zijn teksten overliet. En we hebben ook een hele uitgebreide correspondentie dus over van Cicero, zowel aan al zijn vrienden en familie. Maar er is een heel boek met brieven aan Tiro. En daaruit spreekt ook dat Cicero buitengewoon op deze man gesteld was. Ze waren echt diep bevriend. Als Tiro op een moment ziek is in een andere stad, dan schrijft Cicero ook 3 brieven op een dag, dat hij hoopt dat het beter gaat, dat hij vooral niet op geld moet beknibbelen als het om medische zorg gaat. Hij eindigt die brief dan ook met vale, vale, vale. Dus wees gezond, wees gezond, wees gezond. Het is een normale afscheidsgroet, in dit geval natuurlijk heel bijzonder gebruikt, omdat Tiro op dat moment echt ziek was. Je merkt ook in de brieven, zoals ook andere, want we hebben dus ook de correspondentie van andere vrienden over van Cicero,
die schrijven ook over Tio, die zijn ook buitengewoon op de man gesteld, informeren naar zijn gezondheid, doen hem de groeten en nou, kortom, hij hoorde bij de familie, maar was dus wel een slaaf. Maar hij was de vertrouweling en werd dus echt als een lid van de familie beschouwd. Als Cicero op grond verbannen is, dan is Tiro ook aan wie hij eigenlijk al zijn zaken overlaat. Dat wordt zijn zaakwaarnemer. Hij vertrouwt hem eigenlijk gewoon al zijn goederen en zijn vrouw en kinderen vertrouwt hem toe. Cicero schenkt hem de vrijheid in 53 voor Christus. En als zijn broer, Cicero's broer Quintus dat hoort, die hem natuurlijk ook vanaf zijn jeugd gekend heeft, dan schrijft hij ook een brief van, oh wat ben ik blij dat je het gedaan hebt en dat je liever deze zo aardige man liever als vriend dan als slaaf bij je houdt. En Tiro blijft ook tot aan de dood van Cicero in 43, blijft hij bij hem, zorgt voor hem en de heren schrijven dus, schrijven samen al die verdere boeken. En je kan wel zeggen dat Cicero nooit zo'n enorme productie zou hebben gehad als hij niet zo'n iemand na zich had gehad die ook zorgde dat het allemaal bewaard bleef. Want na de dood van Cicero, die vermoord wordt natuurlijk in de hele burgeroorlog met Caesar, na de dood van Caesar, trekt Tiro zich terug op een landgoed wat Cicero hem ook geschonken heeft, veilig ver buiten Rome. En daar wijdt hij de rest van het hele lange leven aan het schrijven van een biografie van Cicero, die helaas niet bewaard is, maar waarvan grote stukken bij Plutarchus bewaard zijn. Maar ook aan het uitgaan van al zijn werk. Hij redigeert al zijn werk. Hij zorgt dat ze uitgegeven worden, dat ze in de handel komen. En zo is Cicero bewaard gebleven. Een belangrijk iets van Tiro is, tot slot, er wordt verteld dat Tiro in staat was om in zijn eentje een sprekende Cicero bij te houden. En dat is knap, want Cicero was natuurlijk een briljant redenaar. En dat kwam omdat Tiro had een snelschrift ontwikkeld, de Notae Tironianae, gebaseerd op een veel ouder snelschrift, wat al in de tijd van dichter Ennius werd gebruikt, hè, waar men snapte wel dat je sommige dingen even kon afkorten natuurlijk. Maar Tiro heeft zelf een systeem samengesteld van 4000 tekens, en het is ook echt heel systematisch gedaan, dat later steeds werd uitgebreid tot het in de middeleeuwen, toen het nog steeds gebruikt werd, hier ziet u het eventjes, zo'n 13.000 tekens omvatten, waarmee dus mensen die getraind erin waren, sprekende mensen gewoon konden bijhouden. Wat natuurlijk ongelooflijk knap is. Het is ongeveer tot 1100 is dit korte schrift is zo gebruikt, deze steno. Daarna raakt het in onbruik. En het enige teken wat nu nog eigenlijk gebruikt wordt in Europa. Even kijken, hier, ik heb het hier even rechts onderaan, heb ik het omcirkeld. Is het woord, het tekentje voor en, et in het Latijn. En dat wordt op Ierse verkeersborden, is dat in Ierland, is er nog steeds het officiële teken voor en. Dat is het enige wat wij van Tiro in Europa tegenwoordig nog tegenkomen. Tiro is het mooiste voorbeeld, vind ik, van de waarde van een goede secretaris. En ik draag hem dus dit dus ook op aan al onze secretaressen die hier nu meekijken. Cicero vertrouwde hem volledig en hij gaf hem ook alle credits voortdurend voor alle goede diensten. En hij zorgde ook echt goed voor hem. Tiro, omgekeerd, zorgde dat Cicero volledig zich aan zijn politieke en literaire carrière kon wijden. Dat alles op de achtergrond als een soort personal assistant werd geregeld. En hij zorgde na de dood van Cicero voor dat hij dus bewaard bleef voor het nageslacht. En terwijl hij zelf dan weer omgekeerd van een ongestoorde en rustige, zeer oude daggenoot ergens op een veilig landgoed. Als u nog iets meer wil weten over deze beide heren, als u tot leven wilt zien komen, dan raad ik echt deze trilogie aan. Ik zal hem ook even in beeld brengen. Op Imperium, Lustrum en Dictator, een voortreffelijke trilogie, een historische romans met een zeer wetenschappelijk verantwoord van Robert Harris, verteld door Tiro zelf, waarin de hele carrière van Cicero wordt beschreven. Buitengewoon spannend, ook als je de geschiedenis kent en weet hoe het afloopt. Ik heb ze echt in één ruk uitgelezen, omdat het zo spannend is en waarbij het ook interessant is dat Harris kent zijn Cicero heel goed. Hij gebruikt eigenlijk alleen maar originele teksten van Cicero, die hij dus in context zet. En die teksten die Harris dus gebruikt, die hebben wij dus weer dankzij de inspanningen van Tiro. Daarmee besluit ik dit. Als u vragen heeft, u kunt ze stellen via de chat. Dankjewel, Geralda. In de chat hebben zich al verschillende secretaresses
gemeld. Je ook bedanken voor dit mooie verhaal. Voor de vragen gaan we eerst even terug naar de wasplankjes. Daar kwamen een heleboel vragen over binnen. Mensen waren bijvoorbeeld benieuwd naar of de was niet warm werd of niet ging smelten in een warm klimaat. Ja, dat is inderdaad een probleem natuurlijk. Ik merkte, deze echte goede bijenwas smelt helemaal niet zo makkelijk. Dit plankje wat ik heb is met echte bijenwas. Dat is hier in het Nederlandse klimaat is het best moeilijk om erin te krassen. Daar moet je echt moeite voor doen. Het zal daar inderdaad een stuk makkelijker zijn geweest, ook om dingen uit te vegen met je razor. Maar het was inderdaad, je moest het denk ik niet in de zon laten liggen. Nee, dan smelt het weg. Maar het zat natuurlijk wel in een houten omhulsel en je klapte het dicht. En je ziet ook op plaatsen, afbeelding zie je dus echt schooljongetjes met zo'n pak van die dingen lopen. Dus het zat wel veilig. Het lag niet in de open in de zon natuurlijk. Het zat in een houten omhulsel. Het heeft enige isolatie dan dus. En nog eentje over de wasplankjes. En werden die dan voor langere tijd gebruikt? Ja, die werden dus, ze waren echt recyclebaar. Dus je kon ze ook, je veegde ze iedere keer weer uit en dan kon je opnieuw gebruiken. En je kan het je voorstellen, en zeker als er poppetjes van werden gekneed, dat er af en toe gewoon wat nieuwe was in werd gegoten. En dan kon je dat dus weer, kon je dat dus eindeloos gebruiken. We weten ook dat bij die wasplankjes die bewaard zijn gebleven, onder andere in Schotland, bij Vindolanda en ook hier in Friesland, zie je vaak meerdere teksten, ja, die dus zijn doorgedrukt in het hout. Het zijn vaak meerdere teksten die over elkaar heen zijn. En het interessante is, er is inmiddels een computerprogramma die dus die teksten uit elkaar kan scheiden, zodat je inderdaad kan lezen wat er ooit gestaan heeft. En nog eentje over de wasplankjes. In welke richting werden die gebruikt? In de lengterichting of de korte kant? Nou, het interessante is dus dat wat je ziet eigenlijk op Griekse terracotta's, is dat ze in de breedte werden gebruikt. Dus dat je zo schreef. Dan heb je natuurlijk langere regels. Maar je ziet dan wel dat bijvoorbeeld dat fresco wat ik net liet zien, dat meisje wat daar dus met het boekje staat, die houdt hem zo vast, zoals wij een boek vasthouden. Maar je ziet als ze in gebruik zijn, zie je ze eigenlijk altijd in de breedte. Als een dwarsligger, zoals het tegenwoordig heet. Dus, En werden die ook gebruikt in Griekenland? Of was het iets wat meer in... Nee, ze werden ook in Plato schreven dus ook op. Nee, we hebben ze vooral over uit de Romeinse periode, maar dat heeft meer met klimaat en met tijd te maken. Maar nee, in Griekenland werden ze ook gebruikt, ja. En eentje over een potscherven. Hoe werd daarop geschreven? Met inkt. Ja, met inkt. Soms ook ingekrast, maar dit soort dingen is gewoon met inkt geschreven. En ook dat kon je dus niet uitvegen, maar dat werd gewoon weggegooid. Dat was natuurlijk gewoon potscherven. Lag natuurlijk overal daar. Alles was van aardewerk. Dus dat, En iemand vraagt of steno hier ook iets mee te maken heeft. Nou ja, steno is een ander kortschrift natuurlijk, maar het heeft dus niet met Tiro te maken. Dit is dus een ander, dat is volgens mij door een Engelsman ontwikkeld, veel later pas. Maar het gaat wel uit van dezelfde idee, kan je iemand sprekend bijhouden? Dat is handig voor secretaresses. Dus, Even kijken, en er komen ook een heleboel nieuwe vragen binnen. Daar ga ik ondertussen even naar kijken. Waren er ook vrouwelijke secretaresses in die tijd, of waren het vooral mannen? Nou, er zullen ongetwijfeld vrouwen zijn geweest die konden lezen en schrijven. Zeker, men werd niet ongeletterd gehouden. Maar ik ken geen één voorbeeld van een echte vrouwelijke secretaresse. Maar wat ik zeg, wij weten sowieso heel weinig natuurlijk, omdat ze vaak een slavenstatus hadden. Het is dat Tiro zo bekend is geworden, dat we veel meer van zijn leven weten. Maar ik heb er eigenlijk ook over nagedacht. Ik kan me niet voorstellen dat ze er niet waren. Want er zullen meisjes genoeg zijn geweest, ook slavinnen genoeg zijn geweest, die gewoon leren lezen en schrijven. Want dat is gewoon ook een slaaf. Als je gewoon even economisch denkt, zoals een Romein dacht, een slaaf die kan lezen en schrijven, is gewoon meer waard. Dat waren kostbare mensen. Dus, en men dacht heel economisch toch wel. Het is ook zo dat Cicero zelf schrijft dat dit soort slaven, die dus zo geletterd zijn en dus eigenlijk ontwikkeld zijn, dat je die eigenlijk na een jaar of zes al vrij moet laten, omdat die dat niet verdienen dat ze slaaf blijven. Hij heeft het zelf dus niet gedaan met Tiro, maar... En dan nog een laatste vraag, weer over de wasplankjes nog een keer. En waren ze kostbaar? Of was het iets wat veel mensen wel hadden? Nee, het was inderdaad, of ook op scholen werd het gebruikt. Het was gewoon een stuk hout, even iets verdiept, zodat je
een laagje was erin kon gieten. Dus het werd niet als een kostbaar bezit. En wat ik zeg, Platen moet er dus god maar weet hoeveel hebben gehad, als hij daar de hele nommooi op geschreven heeft. Dus dat... Papyrus was echt een kostbaar materiaal. Dat duurde om dat moest uit Egypte komen. Het was moeilijk om te maken. Het was heel kwetsbaar en vergankelijk. En dat was duur. Dit is recyclebaar. En iedereen kon er gewoon eigenlijk eentje uit een blok hout snijden. Dus dat, en ons woord codex, dat is natuurlijk het aardige. Op het moment dat ze boeken met bladzijden gaan maken van perkament, noemen ze dus naar die wasplankjes codex. Daarom heet onze boeken dus, heette dat een codex, een boek met bladzijden. En het grappige is ook nog, als ik daarmee mag afsluiten, is dus dat tegenwoordig het Engelse woord voor een boekrol, zoals het in papier heet, is een scroll. Nou, tegenwoordig scrollen wij nog steeds door onze computer heen. En tegenwoordig schrijf je met een stylus, wat het gewoon het Engels is voor stylus. Schrijf je dus op je telefoon of op je screen, kan je dus je handtekening of wat dan ook zetten. Dus zo blijft gewoon eigenlijk blijven onze... Tegenwoordig onze huidige hulpmiddelen gaan nog allemaal terug dus naar die oudheid. Ja, voor iedereen die nog een vraag had gesteld die ik niet aan Geralda heb voorgelegd, je kunt ook mailen naar info@allardpierson.nl en dan sturen we dat allemaal door naar Geralda en krijg je daar later nog een keer antwoord op. Ja, ik wou zeggen, fijn, dus mijn week is weer gevuld dan. Dit was voor vandaag de lezing. Het is op het ogenblik nog week van de klassieken, dus er zijn ongetwijfeld allerlei leuke activiteiten. Kijk eens op onze website, zou ik zeggen. En volgende week staat hier een van mijn collega's met een wederom geheim, maar ongetwijfeld ontzettend leuk onderwerp uit de rijke collectie van ons Allard Pierson. Dank u wel.